Tweede vraag. Uh, de minister zei dat uh, in het geval van een nucleaire escalatie dat geen artikel 5 uh, in werking zet, dat is, natuurlijk, dat is evident. Hè? Maar op, uh, want Oekraïne is geen NAVO-land. Maar uh, op welke wijze ziet hij dan mogelijkheid voor NAVO om te reageren? Want het, het hele kern van NAVO is artikel 5. En daarbuiten heeft NAVO eigenlijk helemaal geen mandaat. Het is alleen een gemeenschappelijke ja. defensieorganisatie. Het is geen offensieve organisatie. Meneer president. Uh, de Amerikanen hebben, wat ik net zei, overgebracht dat dat, en ik onderstreep dat en ik steun dat, dat dat katastrofale gevolgen zal hebben. Rusland uh, is dat ook verteld. Realiseert zich ook heel goed welk karakter dat zal hebben. En er worden verder geen berichten over gedaan en geen mededelingen over gedaan. Maar neemt u mij aan, voorzitter, uh, zeg ik ook tegen de heer Bordet dat het de Russen volstrekt helder is wat er dan gebeurt. Maar dat, mijn vraag was uh, niet hierop. Maar de minister-president zei dat zal ook uh, in NAVO-verband tot een reactie leiden. Dus NAVO zal daarbij betrokken zijn. Uh, en daarna zei de minister-president niet op grond van artikel 5. Nee. Maar op grond waarvan dan wel? De minister-president. De NAVO is op andere plekken in de wereld ook actief. Het is niet altijd artikel 5. Uh, en de NAVO zal op dat moment uh, één lijn trekken met de Verenigde Staten. Tot slot de heer Baudet. Nou, wat, ja, wat ik de minister-president hoor zeggen is dat NAVO-landen dat misschien willen doen. En dat kan. Maar de NAVO als organisatie heeft toch geen mandaat om daarop te reageren? Dus dan zouden de NAVO-landen dat gewoon zelf kunnen doen. Maar ho hoe komt de organisatie NAVO daar dan bij? Want dat is artikel 5 of niks. Dat is gewoon de deur die, die toegang biedt tot uh, samen optreden. Als er geen artikel 5-situatie is, als er geen aanval is, dan kan NAVO toch niks? De president De NAVO kan gemeenschappelijk besluiten om uh, te komen tot, een, tot wat ik zeg dat. Een antwoord richting Rusland dat het catastrofale gevolgen zou hebben als ze nucleaire wapens zouden inzetten en het NAVO, de charter, de NAVO afspraken, laten we alle ruimte voor. Ja, de weer. Ja, dank. Voorzitter, dan. De heer Baudet voor een Ik hoorde de mispresident zeggen dat mocht Oekraïne verliezen of de NAVO verliezen, en Rusland winnen, dat dat verstrekkende gevolgen zou hebben. En ik vroeg me af of hij daar, daar iets over kan uitweiden. Wat zijn dan in zijn ogen de, de gevolgen, de, de verstrekkende gevolgen daarvan? De minister. president München 38. Dus als je uiteindelijk een agressor daaraan toegeeft, dan weten we inmiddels uit de Europese recente geschiedenis, Mensen er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden uit de wereldgeschiedenis, wat er gebeurt. Het eindigt daar niet. De, de, de druipende mondhoeken zullen alleen maar toenemen. Dus na het veroveren van Oekraïne zal Rusland doorgaan. Dat is onze absolute overtuiging. Onze, uh, onze, de strategische imperative hier is om dat te voorkomen in ons belang. Niet alleen omdat wij waarde hebben te verdedigen, maar ook uh, vanuit onze directe veiligheidsbelangen. De heer Baudet. Uh, dus uh, München 38, Tsjechoslowakije, uh, uh, Hitler. Uh, dat is hoe de mispresident dit, dit beziet. De mispresident beziet. Uh, Poetin en zijn buitenlandse politiek hier in Oekraïne. als het begin, als ik het goed begrijp, als ik het samenvat. van een veroveringsoorlog. vergelijkbaar met de soort verovering die Hitler heeft ondernomen na 1938. Is Mr. dat president? Uh, nee, dat bedoel ik niet. omdat uh, ik altijd als historicus. Uh, ik dacht dat de heer Baudet dat ook was. Uh, maar daar kun je nog wel over verschillen hoor, uh, over historische analogieën en parallellen. Ik ben er altijd voorzichtig in. Maar op één punt ben ik wel helder. En dat is dat we weten uit de geschiedenis dat als je een agressor eh, probeert te apaiseren. En eh, sterker nog, als je probeert aan eh, de druk die hij zet op anderen om vooral niet eh, eh, landen die hij graag wil aanvallen te ondersteunen, dan weten we inmiddels dat, dat daar niet stopt. Dan gaat dat door. En die zwakte van ons, als wij zouden toegeven aan deze Russische agressie in Oekraïne. en als we zouden zeggen: Ja, oké, okay, Vladimir, Vladimirovic, ga je gang. En uh, nou, weet je, maak het, maak het niet te bont. Doe het een beetje netjes. Als we dat zouden doen, want dat is ook fijn voor onze gasprijs. en prettig uh, voor uh, de verdere relaties. dan weet je dat het daar niet stopt. En het is dus een, een, een politiek en geopolitiek belang. strategisch dat dat niet gebeurt. En daar zijn waarden in het spel, maar ook directe veiligheidsbelangen. Tot slot, de heer Baudet. Goed, uh, dan wordt het een beetje een spel van wel of niet bepaalde historische analogieën. Maar ik bedoel gewoon te begrijpen wat de minister-president denkt. Dus hij denkt dat als Rusland dit wint tegen de NAVO, dat dan uh, Rusland nog meer landen zal gaan veroveren. Ja. En welke Stop, landen dan. zijn dat dan? In zijn waar denkt, denkt hij dan aan? Daar heeft natuurlijk Poet in het verleden meer uitspraken over gedaan. Dat zijn ambitie is om uiteindelijk ook uh, het oude Sovjetrijk te herstellen en uiteindelijk invloedssferen te herstellen zoals die er waren voor uh, 1985, uh, 1991. Uh, en dan praat je over natuurlijk dus zeer vergaande gevolgen. Dank u wel.